programma. De miljoenenploeg van de Rus Alexander Tsigirinsky kwam op bezoek bij rivaal NEC. Uitgerekend naar Van Rondevoort, die in de zomer naar Arnhem vertrok, opende de score voor de bezoekers. Lange tijd leek het erop dat de Nijmegenaren met lege handen achter zouden blijven, maar een kopbal van Dario Dumic samen met een intikketje van Taiwo Awoniyi hier liet de Goffert ontploffen. Een terecht gelijkspel volgens de kenners. Eindstand 1-1. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.